Zit ik wel weer? Tuurlijk, weet je toch. We gaan even langs Thomas Tol, de studio waar ik al sinds jaar en dag mijn liedjes maak. En daar liggen dus de geheime schatten die nog moeten worden ingezongen. De nieuwe liedjes, die Coral wel kent, de tadadadad versies, zonder tekst. Tot vorig jaar zaten we hier altijd met z'n drieën. Thomas Tol, Kees Tol, zijn broer en ik. En Kees die heeft vorig jaar een hersenbeschadiging opgelopen, waardoor hij niet meer in staat is om dit werk te doen. Maar we missen hem wel. Ja, niet zo'n klein beetje ook. Na al die jaren, 20 jaar heeft hij naast me gezeten en nu niet meer. Ja, dat valt niet altijd mee. Maar ja, het leven gaat toch door. En de muziek gaat ook altijd door. Dus vandaar, ik zit even nu met z'n tweetjes. Dit is Kees in vroeger tijden, toen hij nog bij BZN speelde. En Thomas, niet te vergeten. Dat vind ik heet. En dan zie je gewoon mijn vriend Kees Tol zitten. Om het makkelijker te maken, die heet ook Kees Tol. Maar die lijkt toch wel op zijn vader. Jou op de dansvloer staan, je hangt wat rond en checkt je telefoon. Lijkt alsof je allang wilt gaan, ik doe wat stappen vooruit en heel gewoon. Alsof ik zomaar voorbij loop, maar ben intussen dicht bij jou. Of hem, Cor? Top! Dat is toch top? Ja, top! Ja. Top! Ik had hem van de week in de auto al gehoord. Ja, maar met tekst! Ja, maar met tekst! Dan moet je inzingen met het mooie weer. Dus als iedereen nu hier lekker op de bankjes gaat zitten en op de terrasjes, dan zitten wij in de kelder. Maar ja, dat is voor een goed doel, hè. We hebben nu bijna alle liedjes klaar. En dat wordt echt wel te gek. Cor die heeft dat cd'tje gepikt uit de auto. Ik had er namelijk een cd'tje in met 8 demootjes. En die was op een gegeven moment weg. Maar dan ben je best wel in paniek. Want als je nog niet uitgebrachte repertoire op straat ligt, dan gebeurt wel eens. Dan ben je niet blij. Maar het blijkt dat Cor gewoon thuis stiekem al die liedjes aan het afdraaien is. Ik kon niet wachten. Zo mooi wordt die. Maar ik leg hem straks weer terug. Weet je trouwens hoe het album heet? Nee. Ik heb het album een beetje aan jou opgedragen. Meen je dat nou? Ja. Mag je het weten? Ja. Nou. Jij en ik. Dat is top. Hoe jij en ik zitten elke dag met elkaar in de auto. Jij en ik kennen elkaar al 25 jaar. Jij en ik gaan voor elkaar door het vuur. Jij en ik kunnen heel goed bier drinken. Jij en ik zijn nooit chagrijnig. Nee. Jij en ik zijn nooit boos. Jij en ik lachen altijd. Altijd heel veel plezier. Jij en ik hebben heel veel plezier. Nou, hoeveel redenen moet ik nog opnoemen voor jij en ik? Meer kan er niet. Nou, dat bedoel ik. Nou, daar ben ik wel een beetje trots op. Nou, alsjeblieft. Ik doe na al die jaren, jij en ik. Ik hoop niet dat Nick trouwens denkt dat het jij en Nick. Weet je, dat hij straks dat zegt. Dat zou kunnen. Ja. Dat Simon straks boos is. Nou ja, dat weet je natuurlijk niet. Nou, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We gaan een nieuwe fotoshoot doen. En dat is altijd een van de belangrijkste dagen van het jaar.